Suriname en Guyana hebben gisteren in Paramaribo de financieringsmodaliteiten voor de bouw van de Corantijn rivierbrug besproken. Het overleg was onderdeel van het voortdurende proces dat door beide presidenten werd gestart in november 2020. Beide partijen benadrukten andermaal het belang van een vaste verbinding tussen de twee landen, niet alleen om economische kansen te bevorderen en het wegennetwerk te verbinden, maar ook om menselijk contact te vergemakkelijken en de connectiviteit met Brazilië en de rest van Zuid-Amerika te verbeteren. Naar aanleiding van het overleg zijn concrete aanbevelingen gedaan met betrekking tot constructie, financiering en beheer die een duidelijke tijdgebonden kader schetsen om dit initiatief te bevorderen. De verwachting is dat de bouw voor het einde van 2024 kan beginnen. De aanbevelingen uit dit overleg zullen ter overweging en besluitvorming worden voorgelegd aan de presidenten van Suriname en Guyana tijdens hun geplande bijeenkomst dit komend weekend in Guyana.